Ja, de Koningsrun is georganiseerd eigenlijk als een initiatief van een leerling van ons, in groep 7. Die wilde graag iets doen voor mensen met de ziekte kanker. En heeft toen de vakleerkracht van de gymnastiek bestookt met briefjes en vragen van: kunnen we alsjeblieft een keer een sponsorloop doen? Nou, toen kwam op een gegeven moment de Koningsspelen kwamen in zicht. En toen had het team van de single had bedacht van: nou, het is misschien wel leuk om dat met elkaar te combineren. Dus vandaar dat we hebben bedacht, nou, dan gaan we een sponsorloop doen. Die doen we op de Koningsspelen. Alle kinderen kunnen we er dan bij betrekken. We maken er met z'n allen een leuke dag van. Ja, en zo is eigenlijk het idee ontstaan. Ja. En er komt best wel een grote organisatie bij kijken, lijkt me. Hoe pak je zoiets aan? Hoe pak je zoiets aan? Nou, dan moet ik toch de kredieten aan mijn collega's een beetje geven. Want met name de vakjongens van de gym, die hebben eigenlijk de hele organisatie een beetje op zich genomen. Van welke groep loopt wanneer en hoe gaan we dat doen? Doen we het per rondje, per minuut? Dus dat hebben zij allemaal als het ware het voorwerk gedaan. Vervolgens zijn ze met een Europarun team in zee gegaan. Want ja, je wil natuurlijk een goed doel aankoppelen. Nou, we zijn bij de Europarun uitgekomen. En hebben ze het in het team ook bekendgemaakt van: dit is ons plan, dat willen we gaan doen. En toen ik van die plannen hoorde, ik ben zelf hobbyist in hardlopen. Ik denk, nou, dat vind ik leuk om mee te helpen. En mijn taak bestond uit het inzamelen van de enveloppen. Want we hebben natuurlijk, alle kinderen hebben een envelop gekregen. Konden zij sponsoren gaan zoeken. Die enveloppen die komen dan op een gegeven moment terug op school. En ik werk zelf op de administratie, dus ik was degene, met nog een collega hebben we centjes lopen tellen voor een aantal dagen lang. We vonden het hartstikke leuk. Zo is het eigenlijk een beetje verlopen. En vanochtend vroeg hier aangekomen met partytenten, tafels die we van hulpouders konden lenen. Hulpouders ingeroepen. Roparun team aanwezig. En met z'n allen hebben we het vandaag voor elkaar gebokst. En hoe werkt de sponsorloop precies? De sponsorloop bij ons is als volgt gegaan. We hebben alle leerlingen een brief meegegeven voor de ouders. Van: wat zijn onze plannen, wat willen we gaan doen? Waarvoor gaan we geld inzamelen? Vervolgens hebben we een envelop laten bedrukken. Met daarop het formulier waarop kinderen de sponsoren konden laten invullen. Dat was dan met name voor familie, buren. Het was niet de bedoeling dat ze de hele Schiedam doorgingen, want ja, daar zijn ze toch nog te jong voor. Dus ze hebben echt binnen een kleine kring hebben ze geld ingezameld. En het verbaasde ons echt wat sommige kinderen ophaalden qua sponsorgeld. Ja, want wat is een gemiddeld bedrag wat een kind ophaalt? Het varieert van echte uitschieters naar wat kleinere bedragen, maar gemiddeld kan ik wel zeggen dat er zo rond de €30 per envelop binnen is gekomen. Ja. En je begon elke sponsorloop, beginnen jullie met een dans. Waar komt dat precies vandaan? Dat is de officiële koningsdans van de Koningsspelen. Ieder jaar is er dan zo'n officiële dans. En dit jaar is het Doe de Kanga. Nou, de kinderen zijn al weken van tevoren bezig geweest met het instuderen van het dansje. Met als resultaat dat het vandaag uitgevoerd kon worden. We hebben een dansjuf ingeschakeld die hier op het podium alles lekker voor kan doen. En je krijgt dan ook een cd'tje met de muziek, et cetera. Dat gaat van de organisatie van de Koningsspelen uit. Richard Krajicek zit daar onder andere, is daarbij betrokken. Dat is het eigenlijk een beetje, ja. En is Koningsrun tot nu toe geslaagd? Ja, absoluut. Het weer werkt mee. Er zijn heel veel ouders die zijn komen kijken. Kinderen zijn allemaal enthousiast. We hebben natuurlijk een heel mooi bedrag opgehaald. Dus voor ons kan de dag niet meer stuk. Kinderen vinden het hartstikke leuk. Een leerling is naar jullie toegekomen. Vanaf hoe ging je toen te werk? Ik heb een briefje gevonden in mijn postvak. Daar stond op: kunnen we een sponsorloop houden tegen kanker? En hij bleef me maar met briefjes bestoken, die jongen. Totdat ik er eigenlijk niet meer omheen kon. En toen dacht ik, nou, laten we dat koppelen aan de Koningsspelen. En dan met z'n allen voor een goed doel inzetten. Dat het echt iets van ons is. En zo is dat dus ontstaan. En hoe kom je dan uiteindelijk bij de Europarun terecht? Ja, dat is wel een mooie. De Europarun is ook op ons pad gekomen onderweg. Dus die hebben eigenlijk ons aangeschreven of wij een sponsorloop wilden organiseren. Eigenlijk hebben ze dat in heel Schiedam uitgezet onder de basisscholen. En toen dachten wij, nou ja, 1 en 1 en 1 is 3. Koningsspelen. We hadden een leerling met een idee.
en het Roparun-team. En toen hebben we alles gekoppeld tot één groot festijn, zoals vandaag. En ja, je hebt een best wel grote school met 900 leerlingen. Hoe gaat zo'n organisatie te werk? Ja, nou ja, je begint eerst met die jongen die met het idee kwam. Wat wil je dan? En toen zijn we langzaam een projectgroep gaan vormen. Een deel van het Roparun-team, een fanatieke hardloper uit het team. Een deel van de kinderen die wilden meedenken. En uiteindelijk hebben we alles ingekaderd, laat maar zeggen. Die doet wat, die doet wat. En langzaamaan is het tot dit ontstaan. Hebben jullie in de gymles ook nog aandacht aan besteed? Zeker, zeker. We gymmen twee keer in de week. Alle groepen 1 en 2 doen dat ook. Dus echt alle groepen gymmen twee keer in de week. Dat betekent dat ze sowieso al volop bewegen bij ons op school. Daarnaast hebben we de kanga-dans geoefend. Dus de afgelopen 3 weken hebben we ons suf gedanst. En de laatste les stond dan nog in het teken van iets met hardlopen. Maar het leuke is, de kinderen zelf hebben tijdens het buitenspelen ook getraind. Dus om het parcours te verkennen. En dus we hebben er heel veel aandacht aan besteed. Ja. En vond u de actie geslaagd? Ik denk het wel. Als je het bedrag ziet, dan denk ik dat het met de crisis wel meevalt sowieso. En dat we mogen zeggen dat we trots zijn op wat we hebben bereikt. 15.000 en een beetje. Nou, dat is niet verkeerd, denk ik. 3, 2, 1. Oh, €15.065,44. Oh, applaus. Wauw, wat goed gedaan. Hoe ben je op dit idee gekomen? Nou, eerst werd eigenlijk iets kapot gemaakt van op school. En toen werd mijn oma overleden aan kanker. Dus ik dacht, laat ik een sponsorloop organiseren voor KW Kankerbestrijding. En toen hadden ik en meester Wim het nog een beetje erover hoe we het gingen regelen. En heb je zelf ook aan de Roparun gedacht of heeft de meester dat gedaan? Dat heeft de meester gedaan. En hoe hebben jullie het geld opgehaald dan? Ja. Hoe? Nou, we hebben aan alle kinderen gevraagd of 10 mensen van alle kinderen wilden sponsoren. En dan kon je het inleveren bij de juf of meester. En had je dit bedrag een beetje verwacht? Nee. Dat is wel heel veel, hè? Ja. Vind je de actie geslaagd? Ik vind het wel heel leuk. Goed. En hoe heb jij geld opgehaald? Weet je precies als... Ja, weet je het zelf wel zijn. Ben je aan je ouders gevraagd of aan nog wel andere mensen? Ja, alleen ik kwam er wel een beetje achter toen op de laatste dag. Toen dat we moesten inleveren. Dus heb ik heel snel allemaal iedereen gevraagd. Vond je de sponsorloop zelf moeilijk? Moest je ervoor oefenen? Nee. Hoeveel rondjes heb je gerend? Ik heb niet geteld. Eigenlijk was het qua minuut. Oh, minuut? 15 minuten lange rennen. 15 minuten? En kon je dat een beetje volhouden? Ja. En jij, kon je dat volhouden? Nee, ik moest wel een paar keer stoppen, want mijn schoenen gingen de hele tijd los. En ik kreeg steken bij mijn ribben. Maar je hebt het toch gehaald? Ja, dat wel. En hoeveel geld had jij opgehaald? €22 in totaal. En hoeveel geld had jij eigenlijk opgehaald? Nou, zo'n rond €50. Zo, dat is veel. En jij? 38. Zo. Nou, laat de check nog maar even zien. Dat is eigenlijk via een oud collega van mij, die is hier directeur geworden en die heeft deze school zo gevraagd. En nou was er een leerling hier in groep 7, die wilde zelf ook al iets opzetten.
He, die wilde een sponsorloop organiseren, echt vanuit zichzelf. Nou, en de vakleerkracht Wim Reitsema, die hoorde van onze groep. En die dacht op een gegeven moment, ja, 1-1 is 2. Dus zo zijn die dingen eigenlijk bij elkaar gekomen. Wij zochten ook echt nog wel gewoon wat geld, weet je wel. Dat is, kijk, rennen zelf is leuk, maar het geld inzamelen is belangrijk. En wij merkten ook door de crisis dat bepaalde bedrijven niet meer konden sponsoren. Dus ja, toen kwam dit en elk beetje is welkom. Ja, en dan wordt er dit bedrag opgehaald. Dat is fenomenaal. Dus we zijn echt heel blij. Ja. Kunt u voor de mensen die niet weten wat RopaRun is, even uitleggen wat het is? Want het heeft ook met kanker te maken. Ja, het heeft alles met kanker te maken. RopaRun is een, dat is een evenement. Waar, je rent zeg maar vanuit Parijs naar Rotterdam. In teamverband, een estafettevorm voor het goede doel. En dat goede doel is kanker. En dat het geld wat ingezameld wordt is niet zozeer voor onderzoek, maar meer voor de extraatjes. Dus alle ondersteunende middelen om het mensen makkelijk te maken in ziekenhuizen, in dat soort dingen. Daar maakt RopaRun zich sterk voor. Ze hebben elk jaar geloof ik ook wel een soort hoofddoel. Ze hadden vorig jaar iets van pruiken financieren en je had dat Prinses Maxima Centrum natuurlijk. Het maakt het ook heel concreet. Je kan ook precies zien waar het geld heen gaat. En dat vind ik ook heel mooi. Dus dat is de RopaRun. Ja. En hoe lang train je voor zo'n RopaRun? Ja, hoe lang? Ik zeg altijd, je moet eigenlijk een goede halve marathon kunnen rennen. Als jij dat kan, dan kan je ook een goede RopaRun. Het is ook niet te vergelijken met gewoon een run, een marathon bijvoorbeeld of zo. Wat het erg zwaar maakt is dat je ruim 2 dagen bezig bent zonder slaap. Dus je hele cyclus raakt een beetje in de war. Dat maakt het wel pittig. Weersomstandigheden weet je van tevoren ook niet. Maar het is een fantastisch evenement omdat je met z'n allen voor hetzelfde doel rent. Hè? En je zit in een achtbaan van emoties 2,5 dag. Soms heb je dippies, maar aan de andere kant je pampt elkaar weer op. En je weet dat je het voor het goede doel doet. En vaak, iedereen heeft ook wel een persoonlijk verhaal. Hè? Wij hadden 2 jaar geleden ook voor iemand echt de run gedaan. En dat neem je dan wel mee. Dus dat maakt het waard. Ja. Gaan jullie dit jaar ook weer voor een bepaald persoon? Gelukkig niet een keer. Hè, ik ken er genoeg in mijn omgeving helaas die wel getroffen worden. Maar echt een direct persoon, gelukkig niet. Laten we hopen dat zo blijft. Maar her en der weet je wel dat er schrijnende gevallen zijn. Dus daar doe je het voor. Ja. Is deze 15.000 euro en een beetje genoeg als bedrag? Of gaan jullie nog meer ophalen? Ja, kijk, meer is altijd goed. Maar 15.000 euro, daar zijn je kosten wel mee uit. Want je moet bepaalde dingen moet je ook wel zelf bekostigen. Maar 15.000 euro is gewoon echt een heel mooi bedrag. We hebben de afgelopen 2 jaar hadden we zo rond de 10.000. Nou, we dachten eigenlijk dat we dat dit jaar niet meer gingen halen. Omdat bepaalde sponsors gewoon niet meer konden betalen. Daar konden ze ook niks aan doen. Ja, weet je, en we krijgen nog een sponsorloopje, dus dat komt er dan ook nog bij. Dus je zit misschien straks nog wel aan de 20.000. Dus dat bedrag gaat ook echt rechtstreeks naar het goede doel. Dus dat maakt het heel mooi, ja. En de single sponsort jullie nu, wat doen jullie daarvoor terug dan tijdens RopaRun? Nou ja, wat wij daar terug voor doen. Kijk, sowieso de hele organisatie hebben wij mee geholpen. Maar waar wij ook ons hart van maken is een stuk reclame natuurlijk. Dus wij maken shirts met het nieuwe logo. Dit is een concept, maar dit gaat echt geprint worden op shirts. Wij zorgen ook voor terugkoppeling. We maken een mooie film voor, onderweg. Dat gaan we ook zeker de school nog laten zien. We geven ook aan waar het geld naartoe is gegaan. Dus dat betekenen wij voor de single. Ja, absoluut. Oké, heel veel succes. Dank je wel. Ja, bedankt. En fijne middag nog.